allemaal, mijn naam is Erwin Blom. Ik ben van Fast Moving Targets. Wat is Fast Moving Targets? Een platform over innovatie op het gebied van media, communicatie en technologie. Wat doen we? We hebben een website. We maken programma's, onder meer Topnames en iCulture Weekly. We verzorgen publicaties. Het zou best kunnen dat jullie die vanmiddag nog gaan zien. Het schijnt dat die onderweg is. Real-time publishing. Dat gaat dus goed gebeuren. En we verzorgen events en daar is dit er eentje van. Ik wil jullie meenemen na afgelopen zaterdagavond. Waarom? Mijn fascinatie van dit onderwerp is natuurlijk het fenomeen dat alles en iedereen altijd en overal met elkaar in contact staat. Dat informatie steeds sneller kan rondgaan. Dat mensen elkaar steeds sneller kunnen vinden. Dat is het real-time web voor mij. En afgelopen zaterdagavond zag ik dit gebeuren. Ik heb de muziek even uitgezet. Jullie weten hoe een beetje klinkt. Zaterdagavond kon ik meekijken naar Coachella in Amerika. De drie podia waren aan de gang waar bands aan het optreden waren. Bands die mij interesseren, topbands. Dankzij YouTube Live was ik in Amerika, kon ik die bands bekijken. Waren niet op televisie, waren niet op een andere manier te zien. Maar ik kon het bijwonen. Dat is één stukje, want via Twitter, zo gaan die dingen altijd even. Je komt er toch eigenlijk op via Twitter. Dat is ook waarom Twitter zo'n belangrijke rol in het boek speelt. Het lijkt een beetje de hub te zijn waar al die informatie samenkomt. Twitter zag ik later verschijnen. Dat er mensen in Amerika bezig waren, stormchasers, mannen in auto's, je kent ze wel, je hebt vast als de films erover gezien of televisie gezien, die ze alle op zoek gaan naar de tornado. Je ziet daar allemaal bewegende dingen, dat zijn auto's. Je ziet hieronder kanaaltjes, dus dit is er eentje waar 514 mensen naar zitten te kijken, dit is er eentje waar 404 mensen naar zitten te kijken. Allemaal verschillende auto's waar je rechtstreeks contact mee hebt. Ik op mijn Amsterdamse bank kijkend naar, gefascineerd kijkend moet ik erbij zeggen, naar stormchasers in Amerika. Dat was nog één derde ding. En dit is een willekeurige zaterdagavond, want als je het vanavond zou doen, heb je weer andere fenomenen. Een aantal van jullie zullen het zeker gevolgd hebben. Het ging de Titanic. Je komt rechtstreeks, althans 100 jaar later, de reis van de Titanic volgen via Twitter. Ik vond het prachtig, dit was een voorbeeld. Er zijn allerlei verhaallijnen spelen. Je kon zien wat de kapitein zei en vond, wat de reizigers deden vonden, de bandleider van het orkest, noem maar op. Alle personages hadden een rol en gedurende dagen kon je de hele reis eigenlijk volgen. Dus ze waren op dezelfde plek als ze 100 jaar geleden waren. En natuurlijk zit er een dramatisch element in. Hè? De kapitein heeft dit niet ergens opgeschreven, maar dat hebben ze erbij verzonnen. Maar het was ontzettend boeiend om te zien hoe je gegrepen kon worden door iets waarvan je in de afloop al wist. En waar je toch dagen mee bezig kon zijn. Vandaag gaan we het echt even alleen over die digitale revolutie hebben. En wat we zien is dat het volk, de mensen, de crowd, dat die steeds meer macht krijgen. En macht in een positieve zin meestal. En we noemen dat met mooie termen de groundswell, een soort zeebeving waarbij er allerlei dingen gebeuren onder water en waarbij dat ineens impact heeft. De rest van de vragen, Vincent aan de bar. Jullie zijn nu hard aan het drinken toe. Nou, tot nu toe is het super. We hebben een aantal sprekers nu voor de pauze gehad. En ik moet zeggen, het is heel inspirerend. En het laat goed zien dat real-time web, de digitale revolutie, echt impact heeft op de maatschappij. Okay. U bent zelf ook spreker op het event. Wat gaat u in het kort vertellen? Ik ga zo meteen vertellen wat de impact is op de overheid, op het bedrijfsleven, maar met name op de politie. Ik werk zelf bij Politie Hollands Midden. En zoals ik al vaker zeg, dat er een stille revolutie bij ons aan de gang is. Omdat de huidige ontwikkelingen echt onze organisatie aan het veranderen zijn. Het beste voorbeeld vind ik zelf altijd dat onze wijkagenten, de vooruitgeschoven posten van de politie, door Twitter veel meer contact gaan krijgen in de wijken. En dat vind ik zelf heel bijzonder en paradoxaal. Door je online te begeven, heb je offline meer contact. Wat vindt u tot zover van? Tot nu toe heb ik alle leuke dingen gehoord. Ja, zoals? Twitter, dat ken ik nu wel. Mm-hmm. Het verhaal van Natasja Oom bijvoorbeeld vond ik wel interessant. Ik kende het wel een beetje dat ze via Twitter haar baan had gevonden. Mm-hmm. Maar ze had toch ook een aantal leuke dingen dat ze meetings had georganiseerd. Die dan opgepikt waren door de media. Maar ik heel graag vond. Waar het om gaat, wat ik net al zei, de community managers bij ons ook, waar die mee bezig zijn, is
maar hun eigen vaardigheden, hun eigen klassieke, traditionele journalistieke vaardigheden onderzoeken, weten wat waar is en wat niet waar is, of in ieder geval daar een poging te doen. Maar dat vooral combineren met iets dat ze niet hebben, namelijk heel veel kennis, heel veel feitenkennis, die zit vooral buiten. Die moeten we ook vooral buiten halen en daar activeren. Dus echt die combinatie is de truc. Nou, en daarvoor moet je betrokken zijn, zeker in een lokale organisatie zoals die van ons. Lokale betrokkenheid is een voorwaarde om te kunnen slagen op dat niveau. Want wat voor vele organisaties een communicatiemiddel is voor ons misschien wel gewoon core business. Maar gebruik het niet alleen om te communiceren, om te interacteren, maar het is ook gewoon input voor ons werk. Ik zal een aantal vlakken laten zien. Maar eerst wil ik dit plaatje laten zien, een tekening van Maaike Hartjes. Naar aanleiding van een onderzoek dat 1 of 2 jaar geleden is gedaan in Amerika. Maar dat wel onze problematiek voor de komende jaren gaat aangeven. Het onderzoek zei 75% van de respondenten verwachten dat de politie in Amerika optreedt als zij een Facebook status updaten. Dus als zij updaten, help, ik ben het beroofd, verwachten ze gewoon dat de politie ingrijpt. Wij willen afsluiten, want we zijn zelf heel erg benieuwd naar het boek. We hopen jullie ook een klein beetje. Esther die mag die gaan openmaken. Esther heeft de vormgeving namelijk gedaan. Ze geschreven door mijzelf, Leonieke Daal, Anke Hans, eindredactie, Willemijn Mooiman en Wessel de Valk heeft alles organisatorisch gedaan. Ben je nog niet weg, Esther? Het is jouw boek. Het is jouw boek. Maak hem open. Nou, hopen we alleen dat hij niet tegenvalt natuurlijk. Dat het is wat ze gedacht had. Hij is maandagochtend ingeleverd. Nog niet de real-time, maar als het goed is kunnen we nu elke dag een nieuwe maken. Dat is eigenlijk een beetje het idee ervan. Het ziet er in ieder geval wel al heel echt uit. Ze zegt het ziet er in ieder geval heel erg echt uit. Nou, een klein applausje hiervoor. Bent u op dit event terechtgekomen? Omdat ik een fan ben van Fast Moving Targets en vaak de filmpjes kijk en ook zag dat dit Twitter event eraan stond te komen en ik al een tijdje op zoek ben naar boeken, bijvoorbeeld over de kracht van Twitter. Oké, en wat heeft u van dit event geleerd? Wat vond u ervan? Ik vond het een hele goede update van alles wat er nu mogelijk is en kan en de cases, vooral al die cases, ja, dat heeft mij weer heel veel nieuwe inzichten gegeven. Zoals? De kracht van het hele Twitter-medium. Vooral als je naar grote dingen kijkt, zoals wat de politie ermee doet en met Deloitte. Zeg maar in de business-to-business sfeer, denk ik, dat is ongelooflijk. En ook wat Gijsbrecht vertelde over wat in sport allemaal met Twitter gebeurt. Ja, dat vind ik geweldig. Je was vandaag een van de sprekers op het event. Kun je kort uitleggen wat je vandaag verteld hebt? Ik heb vooral heel veel leuke voorbeelden uit de sport gegeven. Eigenlijk mijn stelling is dat er niks meer real-time is dan sport. Zelfs nieuws niet, want mensen vinden sport eigenlijk nog belangrijker dan het nieuws. En op het moment dat er gescoord is, wil iedereen dat weten. Op het moment dat jij over de finish komt nadat je 10 kilometer of de marathon hebt gelopen, wil al je vrienden dat weten. Dus sport is het ultieme real-time content of hoe je het ook wil noemen. En daar heb ik wat voorbeelden van gegeven vandaag. Okay. Je was een van de 9 sprekers, er waren 8 anderen. Heb je nog voorbeelden waarvan je dacht van daar kan ik misschien in mijn werk wel iets mee? Andersom vond ik het heel grappig. Is dat de meneer van de politie, die gebruikt dezelfde tool die eigenlijk voor sport ontwikkeld is om een wijkagent te volgen die zijn loop, of zijn, hoe noemen ze dat, door zijn wijk doet. Ja, dat vond ik echt geweldig. Ik denk altijd bij die tools aan een stukje rennen. En hij is gewoon, die gast natuurlijk de hele dag loopt hij door zijn wijk en oké, even naar een winkeltje te kijken of inbraakje of dit. Ja, dat vond ik heel mooi. Wat was dan de reden om toch nog naar dit event te komen? Nou, ik ken Erwin. Ik vond het heel erg leuk om ook bij zijn boekpresentatie aanwezig te zijn. En ik vind het wel altijd interessant om op de hoogte te blijven van wat er speelt. Want als je elke keer niet gaat omdat je denkt dat je dan weet wat er gaat spelen, dan mis je uiteindelijk wel de nieuwe dingen. Dus ik vind het wel gewoon interessant om elke keer dat er dat soort events zijn die daarover gaan.